Goedenavond allemaal ouders en hopelijk ook jongvolwassenen die meekijken. Vanavond ga ik samen met Mats en Mirthe praten over het studiekeuzeproces. En ik heb deze presentatie genoemd Slimme stappen in het studiekeuzeproces. Dat vond ik nogal aardig klinken. Maar we gaan het ook hebben over slimme stappen. Slimme stappen. Misschien is het toch wel een beetje moeilijk. Mijn naam is Hermien Miltenburg. Ik ben oudervoorlichter. Maar ik ben vooral ook docent. Docent Nederlands en docent geschiedenis. Ik heb al heel wat jaren voor de klas gestaan. Of met de klas gestaan misschien. En ik ben ook moeder. Moeder van 3 kinderen. Het zijn nu 30ers. En alle dingen eigenlijk die jullie mee hebben gemaakt toen je studiekiezer was. Maar ook die de studiekiezers die kijken meemaken. Heb ik ook meegemaakt met mijn kinderen. En met al mijn onderwijservaring die ik had. Dacht ik, dat gaat me makkelijk af. Maar jullie herkennen dat misschien wel voor jullie ouders. Ik vond het heel erg moeilijk om een balans te vinden tussen toch te blijven zorgen voor mijn kinderen. Ook al wist ik best dat het jongvolwassenen waren. En dat loslaten, die balans zoeken. Jullie knikken wel heel enthousiast. Was dat bij jullie thuis ook zo dan? Nou, mijn ouders lieten me wel gewoon de keuze. Maar ze waren wel zeg maar bewust bezig om mij te helpen met mijn studiekeuze. Dus dat herken ik wel, ja. 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 Nou, ik denk dat dat heel verstandig is van je ouders. En dat heb ik ook proberen te doen, hoor. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je je eigen keuzes maakt in je leven. Zeker ook als je jong bent. Maar ja, je hebt ook wat met je kind, hè? En dan wil je wel graag dat het goed gaat. Ja, nee, dat zeker. Ja. Wat vond je van die betrokkenheid van je ouders, Mirthe? Bij mij was het eigenlijk wel in balans. Dus ik vond het zelf wel heel fijn, want kijk, tuurlijk, het is fijn om je eigen keuze te maken, maar ik vond het zelf gewoon heel fijn dat er wel iemand was waarmee ik het kon overleggen of die ook een ander soort inzicht had. En ja, dus ik heb het zelf wel als fijn ervaren en niet als dat ik dacht, oh, dit is te veel of te weinig. Ja, voor mij was fijn om te horen. Ja. Ja. Ik vind dat wel een compliment aan de ouders van nu, hoor. Toen ik jong was, waren mijn ouders denk ik de laatste mensen met wie ik graag over mijn studie praatte. Maar nu hoor ik heel veel jongvolwassenen zeggen van, nou, mijn ouders kennen mij goed. Het zijn belangrijke adviseurs voor me. Ze kunnen me spiegel voorhouden. Ze kunnen kritisch zijn. En daar heb ik iets aan, ook al is het niet altijd even leuk. Wat doe je eigenlijk, Mirthe? Ik studeer voeding en gezondheid in Wageningen. En ik ben op dit moment 22 jaar. En ik vind het gewoon heel leuk om te studeren en daar wat meer over te vertellen. Dus daarom ben ik hier vanavond. Ja, fijn. Ja. Dankjewel. En jij, Mats, wat doe jij? Ja, ik ben nu vierdejaars student en ik studeer communicatiewetenschap aan de Radboud in Nijmegen. En eigenlijk gaat dat nog allemaal hartstikke lekker en ik ben benieuwd wat er nog allemaal komen gaat. Je zei, gaat het nog hartstikke lekker. Dat klinkt een beetje aarzelend, of verbeeld ik me dat nou? Nou, de communicatiewetenschap was in mijn studiekeuzeproces een beetje een dingetje. Wat ik eerst eigenlijk helemaal niet zou gaan doen. En de laatste 10 minuten ben ik uiteindelijk toch geswitcht. Omdat ik geselecteerd werd bij de andere studies. Ja, ja. Dus het was niet vanzelfsprekend. Dit was jouw plan B eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar het gaat wel goed. Ja, zeker. Dus dat is fijn. Nou, dat is dus al een hele belangrijke studiekeuzestap die jij nou vertelt. Want natuurlijk, je wil je dromen waarmaken. Maar het is ook belangrijk om een plan B te hebben als je zo'n studie kiest waar een selectie aan zit. En ik heb al heel vaak gehoord dat uiteindelijk plan B nog beter werkte dan plan A. Mijn naam is Hermien Miltenburg. Hier staan mijn gegevens. Dat hoeven jullie niet op te schrijven of een foto van te maken of zo. Want na vandaag stuur ik deze presentatie op. Ik heb al jullie e-mailadressen. Als er ook vragen zijn, die kan ik nu niet beantwoorden. Maar zet die alsjeblieft in de chat. Ik zal ze allemaal beantwoorden. In de loop van de komende week komen al die vragen terug. Jullie kunnen me natuurlijk ook mailen. Hier staat mijn mailadres en mijn telefoonnummer. Dat kan morgen, dat kan volgende week, dat kan ook volgend jaar nog. Dat is gewoon mijn baan en dat doe ik graag. Ik schrijf ook een blog voor ouders, studiekeuzekind.nl. Er is een Facebookgroep voor ouders. Hebben jullie daar ooit op gekeken? Het zal wel niet, hè? Nee, het is ook echt bedoeld voor ouders. Maar zo'n 2500 ouders zijn daar lid van en die posten daar van alles op.
interessante artikeltjes die ze lezen, nieuws, vragen. En dat vind ik leuk, want het is hartstikke goed natuurlijk als ouders samen allerlei onderwerpen bespreken. Zeker. Ja. Dus dat, ja, dat een beetje over mij. Jullie hebben jezelf nu al eigenlijk heel goed voorgesteld. Is er nog iets wat je daaraan toe zou willen voegen? Ik heb zelf wel vorig jaar een soort van pauze gehad in mijn studie. Waarbij ik meer ging kijken in hoe ik op een andere manier wat meer inzichten over mezelf kon krijgen. Dus ja, voor mijzelf was dat wel heel leerzaam. En nu ben ik dan weer wat meer aan het focussen op mijn studie. Dus ja, ik heb wel wat andere raakvlakken waar ik ook wat over kan vertellen. Ja, ik heb dat vaak meegemaakt als docent, hoor. Ik denk dat jullie jongeren best heel veel stress hebben in deze tijd. Jullie knikken weer heel enthousiast. Ja. Maar dat denk ik echt, het is hard werken om je HAVO of je VWO-diploma te halen. Dan studeren op een HBO of een universiteit. Ook nog iets dat echt veel van je vergt. En er zijn best wel wat jongeren die dan toch even wat rust nodig hebben tussendoor. Om na te denken over, waar ben ik nou mee bezig? En die reflectie is belangrijk. En dat is belangrijk bij studiekeuze, maar blijft ook in de studie natuurlijk belangrijk. En de allerbelangrijkste reden waarom nadenken over jezelf er zo toe doet, heeft te maken met studiesucces. Natuurlijk, goede punten halen op HAVO of VWO helpt zeker ook. Maar veel belangrijker nog is dat je een studie kunt vinden waar je echt voor gemotiveerd bent. Ook dat heb ik als docent vaak meegemaakt. Dat leerlingen op de middelbare school matige cijfers hadden. En dan gaan ze een studie aanpakken waar soms diezelfde vakken weer voorkomen, hoor. Maar als dat dan echt is wat ze willen, wat hen drijft, dan gaat het een stuk beter. En komen de goede punten haast vanzelf. Jij knikt niet voor niks, Mats. Hoe zit dat dan bij jou? Wat maakt dat je dit herkent? Nou, ik heb zelf natuurlijk... Ik wilde graag een beta-studie doen. Mm-hmm. Maar ik heb van mijn ouders niet degene daarvoor meegekregen en ik ben daar gewoon niet goed in. Mm-hmm. Dus ik moest toen ook wel realistisch zijn en bij mijn pakketkeuze toch wel bedenken van ik kan het gewoon niet doen. En toen had ik daarna nog het idee van dan ga ik gewoon in de zomer wel een beetje bijspijken, dat komt wel goed. Maar daar hebben mijn ouders me ook wel voor behoed dat je niet zomaar even natuurkunde bijleert of wiskunde B of zo. Dus, Maar er is natuurlijk ook niks mis met een profiel waar geen natuurkunde in zit, hè? Nee, precies. Dus ja. Uiteindelijk ben ik ook hartstikke gelukkig dat ik het niet heb gekozen. Ja. Dus zoeken naar je motivatie is een hele belangrijke basis voor studiesucces. Ja. Ja. Om er goed achter te komen wat bij je hoort, is het wel belangrijk om daar op tijd mee te beginnen. En heel veel werk op het gebied van studiekeuze moet je echt wel doen als je zo'n beetje 3 HAVO, 4 HAVO bent of 4, 5 VWO. Want in het eindexamenjaar alles nog doen, dat gaat haast niet lukken. Hoe was dat bij jou eigenlijk, Mirte? Weet je dat nog? Volgens mij ben ik begonnen in VWO 4 met het bekijken van open dagen. Ik ben toen zelf gewoon een beetje rustig aan begonnen. Gewoon af en toe een keer naar een open dag. En toen ben ik in 5 VWO echt goed gaan kijken van wat wil ik nou doen. En meeloopdagen gaan doen, dat soort dingen. Dus ik heb vooral in 5 VWO heel veel gedaan. Maar ik ben wel eerder al begonnen kijken een beetje globaal. Wat vind ik nou leuk? Ja, dat vind ik heel goed klinken. En inderdaad, als je naar een open dag gaat, ook al heb je nog geen idee welke studie het moet zijn. Maar gewoon om eens je hoofd een beetje op studiekeuze te zetten. Om eens te kijken van hoe werkt dat nou, zo'n HBO of zo'n universiteit. En ook eens een keer met studenten te praten. En een heel leuk, mooi, motiverend begin. Wanneer ben jij eigenlijk zo'n beetje begonnen, Mats, met je Het begon je eigenlijk al een beetje in 3 VWO. Ja. Omdat mijn vader decaan is, die weet toch wel meer ervan af dan een gemiddelde ouder. En dan ging ik toch ook al een beetje kijken van wat zou ik later willen doen. En het begint natuurlijk ook al een beetje met je pakketkeuze. Want daarmee sluit je ook al toch wel opleidingen uit. Maar echt voor opleiding kijken, ook een beetje 4 VWO, een beetje globaal kijken op open dagen. Gewoon eens kijken hoe het leven daar is. En dan in de 5e echt wel serieuzer gaan kijken, boekjes erbij gaan pakken. Open dagen, meeloopdagen. In het 6e natuurlijk een beetje afronden, het afronden daarvan.
Ja. Dan ga ik even checken of het wel echt bij me past en of ik dan toch niet opeens iets anders tegenkom. Ja, dat klinkt goed. Vond ik ook wel de open dagen fijn om inderdaad heel globaal te kijken. Dat je, soms zat ik in een opleiding dat ik dacht na 1 minuut, nou, dit is het niet. Maar dan ik weet niet, je kunt niet... Dan weet je dat ook. Precies, je kunt het niet van tevoren precies weten of het nou bij je past of niet. Maar door er gewoon heen te gaan, had ik zelf gewoon wel echt heel veel aan. Ja, en ik vind het treffend dat je zegt van na 1 minuut wist ik het al. Want dat is ook inderdaad af en toe zo. Ik ben het met 1 klein dingetje niet zo eens met wat je zei. Van profielkeuze, daar leg je ook al een beetje je route mee vast. Natuurlijk is dat ook wel voor een stukje zo. Maar ik heb ook al vaak genoeg meegemaakt dat jongvolwassenen helemaal op het eind dachten van, oh shit, dit is mijn ideale studie. Waarom heb ik nou geen biologie in mijn pakket, bijvoorbeeld? En er zijn wel allerlei mogelijkheden om dan toch nog je pakket op te vijzelen, zodat je je droomstudie toch nog... toch nog kunnen doen. Ja, dat was dan misschien meer vanuit mijn beeld dat ik toen al dacht, dus nu moet ik beslissen al. Ja. En dat ik dat leverde wel stress op dan. Dat snap ik dat je dat zegt. En dat is ook heel goed dat je dat zegt. En ik vind het ook een mooie aanleiding om te zeggen, maak alsjeblieft geen stressvolle toestand van die studiekeuze. Maak er samen vooral ook iets leuks van, ouders en jongvolwassenen. En er zijn veel meer mogelijkheden dan je denkt. Je legt je echt niet vast voor je hele leven. Er zijn hartstikke veel mogelijkheden om nog te switchen. En inderdaad ook nog je profiel op te leuken of een ander niveau jezelf te bekwamen. Er zijn heel veel mogelijkheden, maar begin daar vooral op tijd aan. En dat alles heeft sterk te maken met nadenken over wie je bent. En nou lijkt het net alsof dat iets is wat een studiekiezer doet en het daarna afgelopen is. Maar dat is echt absoluut niet waar, hoor. Ik merk aan mezelf, en ik ben natuurlijk al heel lang geen studiekiezer meer, dat het nadenken over welke stappen ga ik nou zetten om een toekomst te krijgen die ik wil, waar ik gelukkig mee kan zijn, dat kost gewoon veel tijd, dat kost veel energie. En deze 5 grote vragen die hier staan, die zijn omschreven door professor Marinka Kuipers en zijn niet alleen voor studiekeuze belangrijk, maar ook nog als je studeert en daarna. Ik zeg nog wel eens tegen ouders, een goede studie kiezen is heel leuk, maar leren hoe je keuzes maakt is misschien nog wel veel belangrijker. Ja, ik heb dat zelf. Je komt eigenlijk in je studie ook continu weer dingen tegen dat je dan denkt, oh, ik dacht dat ik klaar was met keuzes maken. Nee, nu moet ik hier weer aan denken. Dus ja, ik herken het helemaal dat je denkt, nu is het de keuze van je leven. Maar ik had zelf eigenlijk gedacht dat dat dan klaar was en dat was totaal niet zo. Dus je blijft het tegenkomen. Ja. Het is ook na je studie niet klaar, hoor. Nee, daar was ik al bang voor. Een hele belangrijke vraag daarbij is, wie ben ik en wat kan ik? En dat is natuurlijk een grote, abstracte vraag. Maar als je dat een beetje concreter maakt, ik heb hieronder wat suggesties gestaan van vragen die je zelf zou kunnen stellen of die je met je kind kunt bespreken. Het gaat er eigenlijk om, waar ben ik goed in? Waar ben ik goed in op school, in mijn bijbaan, met mijn vrienden? Dat helpt om te bedenken welke kant je met je studie op moet gaan en met je werk moet gaan. Vinden jullie dat herkenbaar? Ja, zeker. Vertel maar, Mats. Ik had zelf op de middelbare school dan toch wel moeite met dit soort vragen. Dan ging ik heel snel naar van die antwoorden van, wat vind ik leuk? Ja, voetbal. Maar dan zit je ook weer van, daar kan ik natuurlijk niet zo heel veel mee later. Dus dan, maar uiteindelijk ook omdat je toch wat ouder wordt, leer je jezelf wat beter kennen. En dan uiteindelijk wordt het toch ook wat makkelijker om die vragen te beantwoorden. Ja, ik hoor ook wel eens ouders verzuchten van, oh, mijn kind is nergens goed en mijn kind vindt niks leuk. Dat bestaat niet. Iedereen is wel ergens goed in. En dat moet je, dat moet je echt samen zien te achterhalen. En ik weet zeker dat ouders daar een grote hulp in kunnen zijn. En wij gebruiken daar nog wel eens het begrip wondervraag voor. Probeer jezelf je fantasie te gebruiken en te bedenken van, als nou alles zou kunnen op de wereld en als ik nou alles zou kunnen, wat zou ik dan doen? En natuurlijk, mogelijk is daar dan helemaal geen baan in of zo. Maar vanuit dat begrip van ik voetbal graag, kun je wel dingen nadenken en ontdekken over jezelf. Bijvoorbeeld, ik ga heel graag met mensen om. Ik werk graag in een team, want dat geeft me energie. Dat vind ik leuk. Ik ben graag buiten. Dat zijn allemaal dingen die vanuit
ik wil voetballer worden, ik ga maar verder op jouw fantasie. Die je kunt leren om over jezelf te ontdekken. En ik vind het belangrijk om dat ook in het positieve te doen. Ik ben bang dat ik als docent en als moeder toch wel vaak ook praat over wat er niet goed gaat. En dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar probeer ook samen echt energie te richten op ja, wat je goed kunt. Dat helpt. En dat is ook leuk. Ook zo'n moeilijke vraag. Wat wil ik? Wat drijft mij? En wat is nou echt belangrijk in je leven? Mirthe, wat is voor jou echt belangrijk? Als ik nu iets in mijn hoofd komt, is ja. Gewoon familie en de gezelligheid. Ja, maar joh. Ja, dat is dat ligt natuurlijk wel voor de hand. Maar ik vind. Dat is heel belangrijk ja. Dat je dat nu zegt. Want dat is kenmerkend dan voor jou. Ja, ik merk ook wel, ik ben wel een ja, mensenmens, om het in die zin te zeggen. Dus ik zou zelf wel later gewoon graag iets met mensen doen. Dat je gewoon ja, veel contact hebt daarmee, mensen kunt helpen, dat soort dingen. Dus in die zin denk ik dat familiegevoel, vriendengevoel daar ja. Al een beetje mee te maken heeft. Maar ja. Ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ja, dat zeg je echt goed. Dus wat je dan denkt bij zo'n vraag hoeft echt niet meteen te betekenen nee. Van dan ga ik studie X, Y, Z doen. Nee. Maar kan wel iets zeggen over waar je energie van krijgt, waar je gelukkig van wordt. Ja. Ja. Ja, ik vind dat heel herkenbaar, leuk. Een andere belangrijke vraag. Welk soort werk ligt mij? Werk ik graag in een groepje of werk ik liever alleen? Zit ik liever de hele dag achter de computer? Ook dat is iets wat goed is om jezelf af te vragen. En wie wil ik dan zijn? En denk dan alsjeblieft niet direct aan een beroep, maar denk dan aan je toekomst, aan je ambities. Wie wil je zijn in de toekomst? Wat voor soort mens wil je zijn in de toekomst? Wil je een mens zijn, zoals jij dat uitdrukt, die met mensen werkt? Of wil je het soort mens zijn dat iets heel nieuws en sensationeels uitvindt? Of, nou ja, noem maar op. Denk daarover na. En dat zijn dingen die niet direct koppelen zijn aan de studie misschien, maar die je wel helpen om richting te geven aan jezelf te kennen en te blijven kennen. En inderdaad, dat blijft ook tijdens de studie belangrijk. De vijfde studiekeuzevraag van professor Marinka Kuipers vind ik de belangrijkste. En die vraag is, wie kan me daarbij helpen? Jongvolwassenen voelen zichzelf een beetje een loser als ze hulp vragen. Maar eigenlijk is het hartstikke krachtig als je hulp kunt vragen. Als je bedenkt, van zijn er mensen in mijn omgeving of misschien wat verder weg die mij een klein stapje verder kunnen helpen. En dat is zeker op de hbo of de universiteit ook nodig, hoor. Dat je als student af en toe de weg kunt vinden naar professionals. Die zijn er zat, hoor. Maar je moet wel zelf het initiatief nemen. Dat is het grote verschil met de middelbare school. Ik geef graag aan ouders van, probeer er alsjeblieft met je kind over te praten hoe je hulp zoekt. En dat het belangrijk en fijn is om hulp te zoeken en nodig is. Je bent niet zwak, maar hulp heb je nodig om je doelen te realiseren. Volgende webinar gaan we hier nog wat meer over praten. Dat is 1 november. Dan praat ik met zo'n professional die mensen verder helpt. Willen jullie hier nog iets op reageren? Ja, ik heb zelf gewoon heel veel gehad aan gewoon mijn omgeving eigenlijk. Dus ja. Gewoon enerzijds bijvoorbeeld mijn zussen die al aan het studeren waren. Anderzijds gewoon mijn hele familie, mijn ouders, die gewoon ja, hun eigen insteek daarin hadden van hoe heb ik de keuze gemaakt. Hoe zien zij mij bijvoorbeeld? Je moet natuurlijk ook vooral kijken van hoe zie ik mezelf. Tenminste, dat vond ik wel belangrijk. Maar je kunt dan toch. Ik kon in ieder geval wel van mijn omgeving zeg maar een ander beeld krijgen, waardoor ik een beetje had van, oh ja, dit doe ik eigenlijk ook wel, zonder dat je het zelf doorhad. Dus ja, ik vond het zelf wel heel fijn om gewoon het advies te krijgen en nou ja, niet helemaal daarmee mijn keuze te veranderen, maar wel te kijken van, oh, is dit een beetje hoe ik mezelf zie, zeg maar. Ja. Ja. En hoe is dat voor jou, Mats? Ja, ik vond het vooral heel fijn bij mijn ouders dat we er wel gewoon open over konden praten. En dat ze me ook hielpen door vragen te stellen en ook kritische vragen te stellen waar ik zelf misschien niet altijd even voor open stond. Dat is niet altijd even leuk, hè? Als puber is dat soms even, dan wil je dat gewoon niet horen en dan doe je ouders gewoon moeilijk. Ja. Maar ik vond het wel heel fijn dat we daar open over konden praten en dat zij, wat ik wilde kiezen, zij vonden het allemaal prima.
Dus dat vond ik wel heel fijn dat ik niet echt gepusht werd, maar dat ze me wel genoeg pushten dat ik wel aan de slag ging ermee om over na te denken. Ja. Ja, vonden ze het echt allemaal prima, ook als je iets deed waarvan zij vonden dat het helemaal niet bij je paste? Nou, ze zeiden dan niet expliciet van, dit moet je niet gaan doen. Maar nee, want dat is fout natuurlijk. Ze probeerden wel vragen te stellen door me toch een beetje van, ja, maar past dit wel echt bij je? Want wij denken misschien eigenlijk van niet. En dat was bij mij niet even makkelijk om er doorheen te breken van, ik wilde kunstmatige intelligentie doen. En zij vonden dat eigenlijk niet bij me passen, maar ik wilde dat gewoon niet horen, want ik wilde dat doen. Ja. Maar achteraf gezien zijn die vragen toch wel heel fijn geweest, met dat ik toch misschien niet de verkeerde studie was gaan doen. Het heeft je ook geholpen om plan B te bedenken, hè, hoor ik nu. Ja, zeker. Ja. Die dia die jullie nu zien, die vond ik zo ontroerend. Dit is een pagina uit een poesiealbum van een moeder, waar haar vader een gedichtje in geschreven heeft. Wat ik echt heel erg vond passen bij deze keuzevraag. Daarom heeft ze me haar poëziealbum ook opgestuurd. En het gaat ongeveer zo. Kom je op je levenspad op een splitsing aan? Misschien is er wel iemand die weet waarheen die wegen gaan. Je papa. Oh. Ja, dat is wel heel lief. Lief, hè? Ja. Ja. En weet je wat me zo trof hieraan? Er zit een stukje levenswijsheid en een tip en ik hou je vast, maar ook doe het vooral zelf en vraag ervaringen van andere mensen. Ja. Ik vond het zelf ook gewoon heel fijn dat ik wel zelf vrijgelaten werd in die keuze, dat ik gewoon zelf eerst kon kijken, maar dan is het gewoon fijn, vond ik zelf, dat er een vangnet is die je dan kan opvangen met de ervaringen die je dan maakt door zo'n studiekeuzeproces, zeg maar. Ja. Ja. En volgens mij heb je ook je hele leven een vorm van vangnet nodig, hoor. Ja, ja. Dat zijn op een gegeven moment natuurlijk niet meer je ouders, maar andere mensen. Maar je naasten zijn wel heel belangrijk bij dit soort belangrijke processen. Ja. We gaan naar stap 3. Stap 3 van de slimme studiekeuze stappen. Ik zei het nou goed, hè? Ja. Zeker. Want er zit natuurlijk ook een cognitief, een kopie-kopie aspect aan. En wat ik heel belangrijk vind, is om te kijken naar de studiebijsluiter. De studiebijsluiter, ja, achter deze link, ik stuur de presentatie op de komende week. Achter deze link staat precies hoe en waar je die studiebijsluiter vindt. En ik laat er dadelijk ook iets van zien. Die studiebijsluiter, die helpt je namelijk om studies te vergelijken. Jongvolwassenen doen dat niet. Mijn eigen kinderen hebben dat ook niet gedaan, hoor. Maar ik heb het wel voor ze gedaan. En ze ook gewezen op, van nou, Anne, ik zie hier, ja, zo heet mijn dochter, ik zie hier dat de kwaliteit van de docenten van de opleiding waar je nu naar kijkt hartstikke goed is. Of dat die juist minder goed is. Of ik zie hier dat je veel les hebt. Of ik zie hier dat je heel weinig les hebt. Wat past eigenlijk bij je? Dat zijn van die cognitieve dingen waar je verstand bij gebruikt. Gewoon feiten en cijfers die je kunnen helpen om een beetje zicht te krijgen op, eigenlijk wel een beetje op de kwaliteit van een opleiding. En hoe doe je dat nu? Ik vind Studiekeuze 1, 2, 3 een hartstikke goede site. Dat is een site die is gemaakt door het ministerie. Alle hbo- en wo-opleidingen worden daar kort in omschreven. En daar staan ook van die feiten en cijfers in. Waarmee je kunt kijken van hoe is de studie aan de achterkant. Hebben jullie daar wel eens naar gekeken trouwens? Ik heb volgens mij wel die studiekeuze 1, 2, 3 gedaan. Maar ik kan me niet herinneren dat ik toen allemaal statistieken, dat ik daar iets mee heb gedaan. Het zal er dan vast geweest zijn, maar dat. Ik weet wel dat ik hem ingevuld heb, dat mijn studie die ik nu doe er wel onderuit. Ja, dat is goed dat je dat nou zegt. Want hoe komen ze nou aan die data? Hè, van, die worden bijvoorbeeld de kwaliteit van de docenten. Ze vragen aan 300.000 studenten ieder jaar opnieuw van hoe vind je dat je les krijgt? En studenten reageren daar dan op. En die uitslagen die kun je dan lezen in Studiekeuze 1, 2, 3. Maar er zijn ook harde feiten en cijfers. Bijvoorbeeld, hoe lang doen mensen er gemiddeld over om een hbo-opleiding te halen? Of hoe groot is het uitval van studenten in het eerste jaar? Of hoeveel uur krijg je les? Dat zijn gewoon feiten en cijfers die belangrijk zijn om na te kijken. Ik zeg nog wel eens tegen jonge mensen, niet dat ze naar me luisteren hoor, maar ik zeg nog wel eens van als je een mobieltje koopt, ik zie dat aan mijn kinderen, die zijn
tijdenlang bezig al die specificaties te lezen. Door jullie natuurlijk ook, hè? Hoeveel MB's zit er en hoe zit het met de kamer? Ja. Ja. Met een studie moet je dat natuurlijk ook doen. Dat is natuurlijk vele malen duurder dan een telefoontje. Maar goed, als je nou als ouder niet zo goed weet van waar kan ik mijn kind mee helpen. Nou, dit is iets waar je als ouder zeker je kind mee kunt helpen. Want er zijn echt kwaliteitsverschillen. In de keuzegids zie je die ook. Daar ga ik straks wat meer over vertellen. En Mats, ik weet dat jij er ook veel rond hebt gekeken. Dus jij wil er misschien straks ook iets over vertellen. En deze week ligt er in de supermarkt dit blad. Dat is Elsevier's Weekblad. En Elsevier's Weekblad maakt samen met ResearchNet, dat is een onderzoeksbureau, altijd een overzicht van de beste studies van Nederland. En die staan hier, plaatje kost 6,99. En als je nou wil weten, in vogelvlucht, wat zijn hele goede studies op universiteit of hbo? Kijk dan eens naar die gids. Ik heb er ook een artikeltje over geschreven op studiekeuzekind.nl. Het blog dat ik schrijf en daar gaat deze link naartoe. Studiekeuze 1, 2, 3. Jullie helpen me wel met jullie ervaringen delen, hè? Zeker, ja. Studiekeuze 1, 2, 3, dus een site van het ministerie. Ontdek, vergelijk en kies je opleiding. Ja, daar draait het om. En wat ik heel handig vind aan studiekeuze 1, 2, 3, we gaan naar de volgende dia, is dat je kunt klikken op een zoekwoord. Je kunt bijvoorbeeld klikken op een schoolvak. Hebben jullie dat gedaan? Kun je dat nog herinneren? Ja, ik. Ja? Ja? Waar heb jij op geklikt, Mats? Volgens mij heb ik wel een beetje alle vakken ongeveer die ik had toen bekeken. Omdat ik het toen nog niet zo goed wist. Dus dan kijk van wat er is allemaal. En dan voor de vakken die ik echt leuk vond, om dan er natuurlijk wat dieper op in te gaan. Ja. En jij, Myrthe? Ja, ik wist al wel vrij zeker dat ik iets met biologie wilde doen. Dus ik heb vooral daarop gekeken. En toen weer een beetje uitgebreid van, nou, waar wil ik dan binnen biologie weer kijken? Dus ja, ik heb het al gelijk wel gespecificeerd, maar dat was omdat ik zelf wist met welk vak ik verder wilde. Ja, ja, dat gebeurt echt vaak, hè? Dat studiekiezers een bepaald schoolvak echt interessant vinden, daar verdieping op willen. En dan zoeken naar een studie waar dat schoolvak een belangrijke rol in speelt. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet, hè? Je kunt ook op studiekeuze 1, 2, 3 zoeken op een interessant thema. Bijvoorbeeld het thema gezondheid. Heb jij dat gedaan? Ja, ik weet het niet meer precies, maar ik denk het zelf wel, want dit is toevallig ook precies gezondheid wat ik dan interessant vond. Dus ik denk wel dat ik gewoon wat meerdere termen heb gebruikt toen, ja. Ja, en dat is een hele goeie, hè, om dan verder te zoeken op een interessegebied. Ik noem nog wel eens het voorbeeld, de jongen of een meisje dat dokter wil worden. Jongvolwassenen hebben een beeld van zo'n 20, 30 beroepen en daar stopt het meestal bij. Maar er zijn natuurlijk tienduizenden beroepen en 2200 opleidingen die je kunt gaan doen. En als je nou zoekt op het thema gezondheid, omdat je denkt aan dokter worden, dan zul je zien dat er bijna 200 opleidingen zijn rondom gezondheid en niet alleen dokter worden. En ook al heb je van jezelf het idee van nou, dit wil ik mijn hele leven al, kijk dan toch verder op dat thema, want het kan je in één keer op andere ideeën brengen. Ja, ik heb echt precies dit verhaal. Ja, is precies wat ik eigenlijk had. Ik wilde eigenlijk vroeger altijd dokter worden. En toen toen ik verder ging kijken, dacht ik, oh, er zijn inderdaad veel meer opleidingen. En eigenlijk dingen die veel beter bij mij passen. Dus ja, ik herken het helemaal. Nou, vind ik mooi. Mooi om te horen. Het helpt echt hoor, als je daar naar kijkt. Iets anders wat je kunt vinden op studiekeuze 1, 2, 3. Ik heb hier nou een paar dingen gedaan van een nogal voor de hand liggende opleiding. Van hoeveel eerstejaars zijn er nou? En dan zie je dat er heel veel eerstejaars zijn. En hoeveel contacttijd heb ik nu? Wat is contacttijd, Mats? Dat is hoeveel contact je hebt met je docenten en zo. En dan meestal ook met je medeklasgenoten. Ja, dus dat je echt in de klas zit om les te krijgen of een practicum doen misschien. Ja, hoorcolleges, werkgroepen, dat soort dingen allemaal, practica's. Als je nou ziet dat er een opleiding weinig contacttijd heeft, heb je dan een luizenleven als student? Zeker niet. Nee? Dan moet je zelf veel meer doen.
Ja. Dat is als je veel contacturen hebt, dan heb je natuurlijk veel meer contact met je docent. En dan ga je op dat moment aan het werk. En anders moet je thuis achter je bureautje alles gaan inhalen. Ja, en dat, als ik jou zo zie, was dat niet direct jouw eerste keuze, geloof ik? Nee, dat was voor mij was dat wel een belangrijk punt, dat er wel genoeg contacturen waren. Dat ik niet alleen maar thuis zat en daar zat te blokken. Maar dat ik natuurlijk ook gewoon contact had op de, ja, bij mijn opleidingen met de docenten. Is dan uiteindelijk niet helemaal gelukt vanwege de corona natuurlijk. Maar dat, ja, daar heb je natuurlijk wel pech mee gehad. Ja, ja. Daar heb ik wel pech mee gehad. Ja. Maar ja, het was voor mij wel een belangrijk punt bij het uitzoeken van mijn opleiding. En voor jou, Myrthe? Ja, ik vond dat zelf ook heel belangrijk. Ik had zelf inderdaad ook gewoon, ik vond het heel fijn ook op de middelbare school al om gewoon uitleg te krijgen. En dat ik daar gewoon fysiek zat. En dan kon ik het veel beter onthouden dan als ik zelf alles moest lezen of nou ja, dingen moest gaan opzoeken. Dus ik had zeker ook het idee van ik wil veel contacturen. Ja, ja, ja. Het is zo dat opleidingen die heel populair zijn, die echt voor de hand liggen, dat die over het algemeen, echt niet altijd hoor, maar over het algemeen net wat minder contacttijd hebben dan de wat meer specialere opleidingen. Ja, als er minder mensen in de klas zitten, dan is het ook logisch dat de docent meer tijd voor je heeft. En dat je ook ja, wat vaker je docent ziet. En dat hebben veel studenten hebben, dan vinden dat toch wel heel erg fijn. Ja. Je moet als student natuurlijk altijd zo'n 40 uur in de week werken. En die verhouding van wat doe je zelf en wat doe je samen met andere studenten en onder begeleiding van een docent, echt iets om op te letten. En dat kun je dus vinden op studiekeuze 1, 2, 3. Een ander handig dingetje waar we het daar straks over hadden was de keuzegids. De keuzegids komt elk jaar uit. Er is een keuzegids voor universiteiten, een keuzegids voor hbo, is ook een keuzegids voor mbo. En Mats, je hebt mij verteld dat jij daar veel mee gedaan hebt. Ja. Hoe ging dat dan? Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe heb jij dat gedaan? Ja, eigenlijk heb ik gewoon dat boekje gepakt voor de universiteiten. Maar ook voor het hbo, want ik wist nog niet zeker welke kant ik op wil. Heel goed dat je daar ook naar gekeken hebt. Van welk niveau past eigenlijk bij me? Ja, ja. En vervolgens ben ik eigenlijk bij de inhoudsopgave gaan kijken. En dan kan je gewoon snel even zien welke opleidingen zijn er allemaal. En dan zie je heel mooi in een tabelletje, zie je zo'n schema. Dan kan je zo al die studies vergelijken bij verschillende universiteiten of hbo's. En daar staat er van alles van informatie bij, van de kans bijvoorbeeld op een baan of hoeveel eerstejaars en hoeveel mensen er dan weer uitstromen naar het eerste jaar. En dat vond ik wel heel fijn om het gewoon snel even overzichtelijk te kunnen vergelijken met elkaar. Ja, dus het gaat echt niet alleen om wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, al die dingen die met je hart te maken hebben. Het gaat ook echt om je hoofd. Gewoon zakelijk kijken naar feiten en data en daar ook gewoon ja, nuchter in zoeken. Wat ik leuk vind, was dat je zei van je kunt het snel zien. En dat is ook zo, want in de keuzegids is het echt goed gerangschikt naar interessegebieden. En als je van jezelf weet van nou, ik heb helemaal niks met gezondheid, dan kun je dat hele stuk overslaan. Ja, precies. Ja, dat heb je natuurlijk ook snel genoeg. Je ziet die interessegebieden en dan denk je van oké, nou, dan kan ik nu naar het volgende hoofdstuk. En dan, dat scheelt wel. Ja, ja. Nou, dat scheelt zeker. Interessegebieden afstrepen, dat helpt je ook om verder te komen. Stap 4 van de slimme studiekeuze stappen. Wij adviseren altijd naar minimaal 4 open dagen te gaan. En dit is het open dagenseizoen. Ook al weet je nog helemaal niet welke kant je op wil, heb je de kans om te kijken naar een open dag, doe dat dan ook. Al is het maar om even te oriënteren, de sfeer te proeven. Jij gaf dat al aan, Myrthe. En ja, wij adviseren echt minimaal 4 open dagen, verschillende instellingen, ook meerdere niveaus, niet alleen universiteit, niet alleen hbo, maar ook een ander niveau eens gaan bekijken. En zit je op de HAVO en denk je toch ook na over het mbo, kijk er dan ook naar, want het is echt belangrijk dat je een niveau kiest dat bij je past. Ik vond het zelf ook heel fijn om even met studenten te praten over die opleiding, want dan krijg je toch, ja, ik kreeg in ieder geval een veel beter beeld dan als ik gewoon online las van nou, deze studie gaat hierover. Want studenten konden mij gewoon ervaringen vertellen over hoe zij het nou echt vonden. Of wat zij nou moeilijk vonden aan de studie. Wat hun interessegebieden waren. Dus dat vond ik zelf heel fijn om even dat van een soort van mede
keuzepersoon te horen. Maar ja. Vond je dat niet moeilijk als meisje van 17, 16, 17, Jawel. Onze student? Ja? Ja, ik vond dat best wel lastig, maar mijn ouders hadden me daar ook wel in geholpen van, joh, spreek ze gewoon aan en weet je, zij staan daar ook om je te helpen, zeg maar. Dus ja, ik vond het wel een grote stap, maar ja, ik ben ook wel naar meerdere open dagen geweest en op een gegeven moment gaat het dan iets makkelijker. Het wordt dan een soort routine, hè? Ja, precies, ja. En uiteindelijk, ja, weet je, ik vond wel gewoon, ik doe het uiteindelijk wel voor mezelf. Om er te achter te komen of ik een studie leuk vind. Dus ja, ik vond het wel, als ik dan naar een open dag ging, wilde ik ook wel er zeg maar alles uithalen om dan, nou ja, onder andere ook met studenten te praten, ja. En hoe ging dat bij jou, Mats? Ja, ik vond zeker op het begin, dus meestal aan de vierde was dat dan. Dan was het natuurlijk allemaal indrukwekkend en dan was je toch een beetje ondersteboven van. Ja. Ik vond het ook wel heel fijn dat ik dan met mijn ouders was, dat zij nog vragen konden stellen waar ik op dat moment helemaal niet aan dacht. Ja. En natuurlijk, hoe verder je naarmate komt, dan ga je zelf er ook meer over nadenken. Er komt toch wat meer druk op dat je moet gaan kiezen. En dan ging ik zelf ook wat meer nadenken over kritische vragen die ik dan aan studenten of docenten wilde stellen. Ja. Maar ik vond het wel heel fijn dat ik dan met mijn ouders daarbij was. Ja, wat mij opvalt aan wat je zegt is, van toen kwam er toch wat druk op. Hè. Het is ook fijn om juist naar open dagen te gaan als er nog helemaal geen druk op zit. Nee, precies. En ik hoor ook nog wel eens studenten zeggen van, nou, mijn ouders maakten er wel een gezellig dagje van met mij. Ja, dat deden wij ook. Dan gingen we daarna de stad in waar dan die opleiding was. En dan ga je ook even gelijk de stad verkennen. En ja, sommige steden was ik nog nooit van mijn leven geweest. En dan zie je opeens van, ah, dit is eigenlijk een best leuke studentenstad. Dus dat telt dan toch ook wel een beetje mee in je hoofd. Ja, heel begrijpelijk. Ik zie het helemaal voor je hoe je dat gedaan hebt. Maar dat is dus echt leuk hoor, om ouders, om van zo'n open dag ook echt een uitje te maken. Dat maakt het allemaal wat minder zwaar en wat minder ingewikkeld. Hebben jullie meeloopdagen gedaan? Ja, ik heb er 2 gedaan. Ja, jij ook, Mats? Ik ook 2 meeloopdagen. Ja, kun je iets vertellen, Mats, over hoe dat ging, die meeloopdag? Ja, nou, de eerste keer had ik eigenlijk geen idee waar ik me voor had aangemeld. Maar er werd uiteindelijk meegenomen door de studenten met wie ik was gekoppeld. En toen ging ik eigenlijk voor het eerst echt de bank in. Zat ik bij een hoorcollege opeens met 300 man in de zaal. Schrok je niet te pletter? Ja, ik vond het redelijk indrukwekkend, ja. Nou. En toen heb ik eigenlijk gewoon een heel hoorcollege meegedaan. Wat eigenlijk gewoon een normale les is. Waar niet extreem veel interactie is vaak, maar soms wel. En dan kan je gewoon aan de studenten kan je dan vragen stellen. En ik ben ook nog meegegaan toen naar een werkgroep. En dan zie je ook hoe dat dan te werk gaat, waar je toch veel meer interactie hebt met elkaar. En ik vond dat wel heel fijn, omdat je dan gewoon een normale dag van een student eens een keer meemaakt. En ik vond dat wel een hele lekkere ervaring om te hebben. Ja. Kunnen jullie snappen dat er studenten zijn die geen meeloopdag volgen? Ik kan dat niet goed begrijpen namelijk. Nee. Nee, ik ook niet eigenlijk, nee. Nee, ja, ik vond het zelf ook een hele fijne ervaring, omdat je toch... Ja, ik vond het heel spannend. Ik kan me voorstellen dat studenten daar misschien een beetje op afkappen. Spannend, dat is het zeker. Ik vond het wel de moeite waard. Ik had ook zelf... ik heb dan meeloopdagen gedaan toen ik zelf tussen 2 opleidingen nog zat te twijfelen. Toen dacht ik, nou, dan laat ik de meeloopdag een soort van... beslissen welke ik dan het leukste vind of wat het beste voelt. Ik heb wel echt een goed beeld gekregen van de universiteit. En ja, meer hoe het voelt dan om zo'n student van die opleiding te zijn. Ja, dat draait het ook op. Ja, precies. En de helft van de studenten die goed gekozen heeft, zegt ook van, nou, die meeloopdag, dat heeft me echt geholpen om een keuze te maken waar ik achter kan staan. En dat spannende, dat ken ik ook wel hoor. Mijn dochter heeft op de HAVO gezeten en zij was dus 16 of zo. Toen ze helemaal vanuit, ik woon in de regio Wageningen, helemaal vanuit regio Wageningen naar Leeuwarden moest om daar naar een meeloopdag te gaan. Want als het is door de week, als ouder ga je niet mee. Het is echt iets wat een student doet. Mijn dochter kreeg ook vrij voor school. Die krijgt er altijd vrij voor van school. Tenminste, als het geen proefwerkweek is. En het was echt bibberen voor haar, hoor. Die lange treinreis. Maar een meisje dat aan haar gekoppeld was van die opleiding haalde erop bij het station. Ze zijn toen samen naar de school gelopen, de hele dag samen opgetrokken. En nou, ze kwam heel enthousiast weer thuis. Een beetje een ander kind geworden. Ja, natuurlijk was ze geen echt kind meer, maar wel mijn kind. Hè? En ik zag gewoon aan dat ze een stapje had gezet.
Ja, als ik er wel nog iets aan toe kan voegen. Ik had wel voor de opleiding die ik dan nu ben gaan doen, één van de twee vakken, want het was dan een hele dag. Die vond ik eigenlijk niet zo heel leuk. Ja. Maar ja, het is dan ook natuurlijk één momentopname. Dus ik heb dat wel een beetje in mijn achterhoofd gehouden. Dat ik dacht, oké, maar de hele studie en dan het beeld dat ik van dat andere vak had, vond ik wel heel leuk. Dus ik denk dat dit wel de goede keuze is. Maar voor mij was het wel, zeg maar, als ik het puur had gebaseerd op dat vak wat ik toen had gehad, weet ik niet of ik het dan had gekozen. Zeg. Nee, maar dat is juist ook het hele goede. En ook goed dat je erop doorgevraagd hebt. Want je hebt natuurlijk ook, zeker in je eerste jaar, een aantal vakken die gewoon niet leuk zijn. Ja, precies. Ja. Ja. En het is goed om je dat ook te realiseren. Dat het niet alleen maar paradise is. Zoals het toch soms op een open dag voorgeschilderd wordt. Ja. Proefstuderen is eigenlijk ook een dagje student zijn, kun je op steeds meer plekken. En ja, dan zijn we bij stap 7. Praten met allerlei mensen, zo belangrijk. Ik heb dat al een paar keer aan jullie verhaal gehoord eigenlijk, hè? Ja, ik kan het ook alleen maar. Ja, ik heb echt, als ik terugdenk aan mijn studiekeuze, dan denk ik ook, ja, ik heb gewoon vooral inderdaad met veel mensen erover gehad. Wat vind jij bij mij passen, wat vind je niet bij mij passen? Ja, dat was heel belangrijk. Ja, ik had dat zelf ook wel. Ik vooral ook met mijn ouders en met mijn vrienden dan iets minder. We kwamen er gewoon nooit op eigenlijk. Jongens praten er over het algemeen samen ook minder makkelijk over. Meisjes praten daar wat makkelijker over. Ja, dat herken ik wel inderdaad. Maar daardoor vond ik het ook wel lekker dat ik gewoon op mijn ouders ook kon terugvallen. Ja. Daarvoor, dat het daar het iets zakelijkere deel, zeg maar, dat ik dat met hun kon bespreken. Ja. Ja, herkenbaar. Ja, ik vind het interessant zoals jullie dat vertellen. Dus daarom luister ik misschien soms wat te lang. Maar het is, ik vind het mooi belangrijk hoe jullie je ervaringen delen. En dat kan ook natuurlijk als je studiekiezer bent. Hè, op de site van een hogeschool of een universiteit staan ook altijd contactadressen. En vraag dan eens als je toevallig niemand kent van een studie waar je wel interesse in hebt, waar je kind interesse in heeft, van mag ik eens met je chatten, mag ik eens een keer met je bellen? Daar wordt over het algemeen wel goed op, op gereageerd. Ik weet ook bij mijn studie dan dat zeg maar de ik ben even het woord kwijt, maar de studieadviseurs, dat die ook contact hebben met dan de mensen die nog misschien de studie willen kiezen. Tuurlijk. Dus, ja, er zijn ook, dat is goed dat je dat zegt, bij een opleiding zijn er ook altijd studieadviseurs. Soms heet dat studieloopbaanbegeleider en die kun je natuurlijk ook dingen vragen. Maar gewoon ook leuk chatten met studenten die de opleiding volgen. Ja, dat helpt. Praten helpt. Stap 8, hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. Als je weet wat jouw interessegebied is, het interessegebied waar jij echt voor gaat, dan zit je waarschijnlijk wel goed. Want binnen een interessegebied kun je, naarmate je studie vordert, steeds meer je eigen accenten leggen. Van die 2200 opleidingen die er zijn, zijn soms de meest fancy namen. En dan denk je misschien, ik verzin nou maar wat hoor. Moet het nou economics en international management zijn of international management en economics? Want dat soort namen worden er bedacht. Uiteindelijk maakt dat niet uit. Als je maar weet dat je zeker weet in het interessegebied zit wat je heel graag wil. In het hoger onderwijs dagen we studenten uit om hun eigen weg te gaan. Om te onderzoeken wat er nog meer interessant is. Je zit niet vast aan een bepaald smal straatje. Het eerste jaar is wel vastgelegd hoor, maar daarna kun je zo je eigen weg zoeken. Ja, ik heb dat zelf ook. Als ik kijk naar mijn omgeving, niemand heeft hetzelfde gedaan binnen mijn studie. Nee. Dus ja, ik zie ook zoveel verschillende opties wat je kan doen. En dat inspireert mij dan ook wel in die zin weer dat ik denk, oh, dat had ik er ook mee kunnen doen. Ja. Dat je toch nog weer denkt, oh, had ik dan toch weer een andere keuze moeten maken. Maar ja, ik vond het wel grappig, omdat ik zelf van tevoren dacht, oh, dit is de studie en iedereen gaat hetzelfde doen. En dan blijkt het zo anders te zijn, ja. Ja, omdat je allemaal een andere kant op gaat. Ja. Voor jou, Mats? Ja, zoals je net al zei, in je eerste jaar ligt het natuurlijk wel redelijk vast. Maar in mijn tweede jaar, daar had ik gewoon ook best wel veel ruimte voor keuzevakken. En ik dacht dat je dan echt binnen het gebied zelf een vak moest gaan volgen. Maar ik kon echt alles gaan doen wat ik wilde. Ja, fijn hè? Dus dat, toen heb ik ook een paar vakken gedaan waarvan ik dacht van ja, dit heeft niks met mijn studie te maken. Maar het is wel leuk om erachter te komen of ik dit misschien wel heel interessant vind. Ja, en dan kun je tot combinaties komen waar je nooit het bestaan van vermoed had. Ja, precies.
maar en ik zie dat als docent ook vaak, hoor. Dan komen studenten in het eerste jaar bij je en dan hebben ze een bepaald verwachtingspatroon. En dan heel snel komen ze in aanraking met nieuwe werelden, andere vakken. Horen ze natuurlijk ook van medestudenten. En je ziet dan dat studenten zich ontwikkelen. En dat is natuurlijk prachtig om te zien. En onderwijs is daar ook voor bedoeld. Als je merkt dat je kind iets interessant vindt, praat er dan ook samen over. Want dat is iets wat echt helpen kan. Moet je naar een baan kijken? Vind ik een lastig iets. Het is bijna geen enkele deskundige wil nu al voorspellen hoe het zit met de baankansen over een paar jaar. Dus het kan helemaal geen kwaad om eens te kijken naar baankansen zoals die nu bekeken worden. Maar hoe dat over 5 jaar is, niemand die het weet. Wel belangrijk om je af te vragen, hoe krijg ik les? Hoe wordt er les gegeven op dit instituut? Want je hebt het al een beetje gezegd. Het kan best zijn dat je projectwerk hebt of dat je hoorcollege hebt. Ja, klopt. Dat kan heel erg verschillen. Dat verandert ook een beetje per periode soms hoeveel wat voor les je dan krijgt. Nou heb je hoorcolleges, werkgroepen, practicums en hoorcolleges is meer gewoon in de bank zitten met je laptop en dan luisteren naar de docenten. En dan is er soms nog wel wat interactie. Hangt er ook een beetje vanaf hoe groot je groep natuurlijk is. Mm-hmm. En dan heb je daarna eigenlijk meestal dan een werkgroep waar je dan de kennis van het hoorcollege gaat toepassen. En dan ga je echt aan de slag in een groepje meestal met de opdracht. En dan krijg je ook deadlines, dan moet je dingen inleveren. En dat werkt eigenlijk een beetje hetzelfde ook als practica's. Daar moet je dan ook aan de opdracht werken en inleveren en samenwerken. Maar ik vind het wel heel fijn dat die afwisseling er dan ook is. Ja, dat wou ik net zeggen. Van, volgens mij heb jij een opleiding waar heel veel afwisseling in zit. Dat vind ik mooi. Maar er zijn natuurlijk opleidingen waar helemaal geen afwisseling in zit. En sommige studenten vinden dat ook helemaal niet erg. Die hebben zoiets van, nou geef mij een professor en een boek en ik doe wel tentamen en ik kom er wel. Zou mij niet liggen hoor, trouwens. Maar die studenten zijn er natuurlijk ook. Dus ook al heet een opleiding hetzelfde, ga niet 1, 2, 3 naar een hogeschool of een universiteit die bij jou om de hoek is, omdat je liever bij je ouders wil blijven wonen. Of zeg tegen je kinderen van blijf maar lekker bij mij, dat is een stuk goedkoper. Is natuurlijk ook zo. Maar ook al heet de opleiding hetzelfde, de manier van lesgeven kan echt heel anders zijn. En de kwaliteit ook, maar ook de manier van lesgeven. En dat moet wel bij je passen. Dus dat is ook iets om te onderzoeken. En daarom hartstikke goed dat jullie die meeloopdagen gedaan hebben. Want dan ervaar je dat ook, hè? Ja, zeker. Ja. Ieder jaar, ook dit schooljaar weer, zijn er in september studenten, soms na een week al, die thuiskomen en die ouders bellen mij dan op. Van, nou, hoe kan dat nou? Ze waren zo enthousiast en na een week zitten ze alweer thuis. Dit was niet de goede studie. En mijn standaardvraag is dan, hebben ze een meeloopdag gedaan? En dat hebben ze dus bijna nooit gedaan. Dus meeloopdag doen. Want het is toch hartstikke jammer als je in je eerste lesweek ontdekt, het is het niet. Ja, ja, dan zou ik zelf wel heel erg balen als ik er wel mee bezig ben geweest. Ja, ja, had je 4 meeloopdagen gedaan, dan had je dat ontdekt. Klopt, ja. Ja, collegegeld, poepoe. Stap 10. Belangrijke stap. Voel je een klik? Een klik is echt zo belangrijk. Waarom is dat belangrijk? Nou ja, als je ergens een klik voor hebt, dan, tenminste, ik zou me dan wel gelijk veel meer gemotiveerd voelen dan als ik ergens niet een klik mee heb en denk, oh, ik voel me niet helemaal thuis hier. Zou ik minder zin hebben om erheen te gaan? En ja, ik vind het zelf gewoon heel fijn als ik een klik heb. Dan merk ik dat ik er enthousiast voor word, dat ik er iets voor wil doen. Dat ik verder wil met de studie eigenlijk. Dus, ja, want een dip in je studie heb je altijd. Ja, wel, zeker. Hè? Het gaat niet allemaal van een leien dagje of zo. Nee, zeker niet. Maar ja, ik vind het wel gewoon, ik merk zelf dat ik met mijn opleiding dan gewoon een klik heb. En dat dat gewoon heel erg helpt om te denken, oh, ik ga weer verder. Ik ga weer naar college. Of gewoon andere dingen doen voor je studie. Dat, ja, ik vind het heel belangrijk. En hoe is dat voor jou, Mats? Ja, ik heb dat eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik vond het ook heel belangrijk met wat voor mensen ik dan op de opleiding kom. Ja, en met mensen, dat is dan de docenten en de studenten of alleen de studenten. Hoe was dat voor jou? Ja, eigenlijk allebei. Maar ik keek dan ook voornamelijk naar mijn medestudenten. Ja. Want ik was er bijvoorbeeld bij een meeloopdag ook achtergekomen met de mensen met wie ik meeliep, dat ik daar eigenlijk helemaal geen klik mee had. En dan misschien omdat ik dan toch jong ben, dat ik dan gelijk dat ga generaliseren naar iedereen die dan die studie doet. Maar het zegt ook wel wat, hoor. Ja. De, ja.
Nou ja, en dan zal de studie die ik dan, of de opleiding die ik nu doe, dan merk ik dat dat gewoon veel meer mijn type mensen is. En dan vind ik het ook veel fijner om naar een werkgroep te gaan of bij een hoorcollege naast iemand te zitten. En ja, dan gaat het leren ook toch wat makkelijker. Ja. Ik heb hetzelfde gehad, ja. Ik ben natuurlijk al heel lang geen student meer, maar in de werksfeer voel ik eigenlijk precies hetzelfde als wat jij nou zegt, Mats. Als je collega's om je heen hebt, waar je klik mee hebt, dan gaat het allemaal zoveel makkelijker en soepeler. Dus echt wel iets om op te letten, ja. Zeker. Ja. Een klik met de inhoud, is dat belangrijk? Ja, dat lijkt mij voorop staan, toch? Zeg maar, als je geen klik met de inhoud hebt, dan heb je er niet zoveel zin in. Ja, ja. Nee, dat lijkt me, ja. Ja, dat merkte ik zelf ook wel met vakken die ik niet zo leuk vond, zoals bijvoorbeeld statistiek. Ja. Dan is mijn motivatie daarvoor ook echt beneden nul. Ja. Echt, ja, dat is dat merk je wel gelijk. Ja, tuurlijk. Maar heb je dan een leuke context, dan kom je er wel weer overheen. Het ligt ook weer aan de docent. En het ligt zoveel factoren of je een klik mee hebt of niet. Maar als het overal maar klopt, dan was dat voor mij in ieder geval genoeg. Ja, ja, en je zit toch een paar jaar in die context, hè, van de hogeschool of de universiteit. En dan moet je je wel lekker voelen. Zeker. Ja. Nou, ik vind dat jullie een mooi verhaal verteld hebben. Ik kom zo langzaam maar zeker aan een afsluiting toe. Hier staan nog 10 tips speciaal voor ouders over studiekeuze. Van hoe kun je je kind nou een stapje verder helpen? En dit is nog wel even belangrijk om te zeggen. Ouders staan hier niet alleen voor. Studiekiezers staan er ook niet alleen voor. Er zijn echt heel wat hulptroepen en op school en ZZP'ers en studiekeuzetesten, maar ook straks op het HBO of de universiteit, die kunnen helpen in dit hele proces. Zo'n uurtje webinar vliegt voorbij, dus 1 november ga ik daar samen met Rolf Nijman, een decaan, ga ik daar verder over praten. En delen we heel graag onze ervaringen. Er zijn ook weer studenten bij natuurlijk, want dat vind ik heel erg belangrijk. Jullie verhalen ook echt interessant, leuk om te horen. Maar misschien wilt u er 1 november weer bij zijn. En als er in de tussentijd nu of over een tijdje vragen zijn, laat het me vooral weten. Ook als er vragen of opmerkingen zijn voor Mirthe of voor Mats, dan stuur ik het door naar jullie. Ik stuur zo snel mogelijk deze presentatie op, waar dus ook mijn contactgegevens in staan. Als jullie vragen hebben, zet het in de chat. Ik beantwoord ze allemaal of mail mij direct. Mijn contactgegevens staan ook overal. Er komen nog een aantal webinars, dus 1 november heb ik al iets over verteld. 14 december. Hoe vind ik nou een studie die goed staat aangeschreven? We zijn nu eventjes ingegaan op de kwaliteit, maar daar ga ik dan wat dieper op in, ook samen met studenten. 25 januari. Wat zijn nou kenmerken van HBO en WO-opleidingen en de doorstroom? Wat zijn nou eigenlijk de kenmerken van een universiteit, de kenmerken van een HBO? Wat zijn de overeenkomsten? Dat zijn de meeste. En ook wat zijn de verschillen en hoe kun je doorstromen? Nou, dan zijn we al in februari. Wat als je nog geen studiekeuze kunt maken? Wanhoop niet. Er zijn allerlei middelen en mogelijkheden om toch nog tot een studiekeuze te komen of in ieder geval een zinvolle dagbesteding te krijgen. Ja, en 25 maart gaan we het hebben over geldzaken. Dat is een hele batterij informatie. Maar wel belangrijk om dat op een rijtje te krijgen. De nieuwe studiefinanciering is dan bekend. Al mogelijke toeslagen die er zijn, ouderbijdragen, gaan we ook uitgebreid op in. Zijn er nog dingen die jullie graag willen vertellen, die jullie kwijt willen? Ja, ik denk dat we alles wel een beetje gezegd hebben. Ja? Vooral gewoon blijf bij jezelf. Ik denk dat essentieel, hè? Ja. Dat is een hele slimme studiekeuze stappen. Bij jezelf blijven, je eigen weg zoeken. Is er nog iets wat jij kwijt wil, Mats? Ja, een beetje zelf. Van, jij bent uiteindelijk degene die de keuze moet maken. Dus trek je niet te veel van andere mensen aan. Maar soms wel een beetje als goed advies hebben natuurlijk. Maar jij bent degene die de keuze moet maken. Maar je vrienden achterna lopen, dat is niet per se je goed idee. Doe gewoon wat jij leuk vindt en dan komt het vanzelf wel goed. Moet je gevoel volgen. Dat is ook zo, hoor.
doen wat je zelf wil, dan kom je ergens. Ja. En hopelijk niet alleen de studie, maar ook al die jaren daarna dat je werkt en dat je iets van jezelf kunt realiseren. Ja, ik ben mijn ei ook eigenlijk wel een beetje kwijt. Dus hartelijk bedankt voor het kijken en we houden contact als jullie dat willen. Dankjewel.